Super dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik een vlogging maken. Want ik ben naar school en jullie weten, heb ik weinig tijd om video's op te nemen. Ik had laatst wel een leuke video opgenomen van mijn make-up stash volgens mij. Uitzoeken of laten zien of... I don't know. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor in het weekend. Een video. Wat ik op kan nemen. En ik moet even... Ik heb een boodschap gedaan. Oh, ik weet het al. Bij de Jumbo. Zo. Sorry voor nu al de beweging. Oeh. Dat ging ik al bijna te halen. Nee. En bij dierenwinkel. Ik had hooi gekocht. Zagen ze gewoon. Ik heb deze gekocht. Dat is een tentje. Die ga ik even opzetten. Met jullie. Die is van Beasties. Zo. I don't know hoe het werkt. Maar het zal wel echt heel makkelijk zijn, denk ik. Oh, dit is echt super cute. Dan stond dit. Een klittenbandje zit hier omheen. Hoe hoort dit of zo? Ik weet niet of dit hoort, maar... Maar het zal wel. Zet er geen uitleg bij of zo. Oh, ik zie al hoe het moet op de voorkant. Kijk, zo. Dus hier, even kijken. Dan moet er zo een touwtje door. Even kijken. Hier door al die lusjes. Kijk. Zo. En dan moet hij weer door dit lusje. En mijn cavia is zwanger, dus hier kan ze ook lekker... haar babytjes in krijgen als ze dat doet. Gewoon. Tenminste, ik don't know hoe dat werkt bij KBS. En dan weet ik niet waar ik het aan vast moet maken eigenlijk. En dan hier aan de onderste. Oh, dit is echt moeilijk, jongens. Oké. En dan moet hij dus eigenlijk zo. Maar misschien komt het wel goed als ik deze erin heb gedaan. Of ik doe iets verkeerd wat gewoonlijk is. Want er staat geen uitleg bij. Ja, misschien echt wel. Nee, alleen maar wat over dat tijntje. Over waar het voor bedoeld is. Even kijken. Een soort... Oh, even kijken. Ik zeg het heet even kijken, maar ik moet ook even kijken. Het vrouwtje is nu zo dik dat ze niet meer in haar ding past. Hoe heet het? In haar hokje. Moet het... Oh nee, je moet er overheen. Die gaatjes zijn ook zo klein. Zo. Kijk, dit werkt toch niet? Dit ding was 11 euro, hè, jongens. Besef. Oké. Dan moet hij zo. Dit is toch geen... Oh, wat doe ik fout? Oké, wat doe ik fout, jongens? Dit ding zou toch ook wel ergens voor moeten zijn? Of ben ik nou gek? Waarom hebben ze hier geen uitleg van? Dat snap ik echt niet. Hier ook niks. Ja. Jezus. Hij moet zo. En deze dingen moeten eigenlijk zo hier. Even. Ja, oké. Ik leg hem hier neer. Zodat mijn moeder hem straks gaan doen. Maar ik ga even de rest laten zien. Goed, ik ga zo even mijn donut opeten. Wij gaan vanavond shawarma eten. En ik heb shampootje. Een shampootje. En een waterflesje. Want ik
ik laat het zo wel zien, maar het hok is dus in twee gedeeld. En het mannetje die heeft nu geen waterflesje, maar een bakje. Maar die knoeit hij, die gooit hij de hele tijd om of daar poept hij in of... Dus echt twee. En ze wordt al vaker zwanger, denk ik. Dus daarom moet ik echt wel... Slime. Pita broodjes. Witlof 2 voor de cavia's. En nog meer pita broodjes. Hop. Dus dit gaat even hier. En dit allemaal in de koelkast. Ik neem even een paar blaadjes voor je mee. Dit zijn echt grote. Kijk dan hoe groot. Hoe groot. Krijg ze allebei anderhalf. En wat ik s'avonds ook nog geef is een worteltje of zo. Hier wordt het. En de ene keer krijgen ze sla en de andere keer witlof en de andere keer in de zomer vaak watermeloen ook. Maar dit moet ik zo meteen wel verdelen. Oh, die moet ik nog in. En kandelletjes ga ik in de... Oké, zo, en even naar de kaartjes. Misschien kan ik wel een gebruiksaanwijzing vinden op het internet of zo. Ga ik zo even kijken. Het is klaar met de vloggen. En waarvan heb ik het? Dus godverdomme heb ik het alleen dat al. En het sneeuwt buiten. Kijk. Helemaal wit. Leuk, hè? En ik heb nieuwe kussens. En hier ook nog een. Van AliExpress. Zo. Kijk, nu hebben we allebei zo'n flesje. En kijk, het foutje zit nu dus hierin. Het mannetje gooit dat ding de hele tijd om. Omdat hij het jammer vindt dat het vrouwtje weg is. Maar. Kijk. Ze is echt heel erg dik. Kijk dan hoe dik ze is. Ik breek hem even. Met één hand. Cute. En het mannetje. Die is wat banger. En dan allebei de helft. Oké, kan ik jullie ergens opzetten? Ik denk het wel. Ik denk hier zo. Wel slecht licht. Oh nee. Ik ga even vers water. En even aan ze allebei geven zo meteen. Hallo. Handig dit. Kijk, ze hebben dit ding hierin gedaan. Waar je hem aan moet hangen. Bij andere dierenwinkel kreeg je het gewoon los.
Nou, misschien als ik er water in doe. Oh, nu is hij. Oh, hij valt vast. Nu niet meer. Ik moet hem wel even buigen natuurlijk. Zo. En dan even een voerbakje eruit. Deze is van het vrouwtje. Hallo. Oh, sorry dat hij dit donker en licht wordt. Maar alsjeblieft, let er niet op. Ik vind het zelf ook irritant als ik dat heb bij mensen, maar I'm sorry. Ze lussen geen mais. Ze laten deze altijd liggen. Ik vul altijd gewoon nieuw bij, want dat is het gewoon opeten, maar dit, no go voor hen. En kijk, ik heb het nu in dit bakje, maar daar zitten hebben ze ook een keer aangegeten, zoals jullie zien, dus die gaat er lekker uit. En het hooi is er op. En hier is het. Tandenzak. En dan doen we even de poes. Als ik nou een standaardje zou hebben, zou echt super fijn zijn. Dan kan ik jullie gewoon zien wat ik doe eigenlijk. Nu zien jullie alleen mijn donkere gezicht met die stomme kutcamera van mij de hele tijd veranderd. Ik ben zo bij jullie terug als ik klaar ben. Zo. Even kijken. Nu het water aan doen trouwens. Oh, kijk, al onze nieuwe producten. Everything. Veel hè? Allemaal van Oriflame. Die kan naar beneden. Zo, één hier in de afwas. Vers water hierin. Het toetje, dit ding, spoel ik ook altijd even af. En dan maak ik hem erop en dan zorg ik dat die nummer 1 en een nieuwe flesje. Die spoel ik wel even om. Zo. Ik hoop dat ze snel weer bij elkaar mogen, want eerst moeten de baby's nog geboren worden. En daarna nog een maand of twee. En dan mogen ze bij elkaar. Ik denk wel zielig, want ze missen het mannetje, mist het vrouwtje. Zo, kijk eens. Cute. Ja, omdat ik dacht, ja. Omdat ze vaker zwanger wordt, kan ik wel gewoon twee flesjes gaan kopen. Hier is de trap. Daarom. En ja. Zo. Even één flesje hier. Kijk, het volgende was een vrouwtje. Ja, de regen was een vrouwtje. Zo. Deze druppelt. En dan deze bij de melk, hè. Zo. Ja. Erin. Waarom buig je niet? Zo. Kut, sorry. Eigenlijk moet ik dit ding gewoon even zo erom doen. En dan kunnen we precies zien hoe die moet. Zo. Kom op. Werk mee.
Ja. Bijna. Ja. Hij past. Je kan nog maar een keer op je drinken. En een verbinding recht. Ja. Zo. Iets harder dan bedoeld, sorry. Zo. Hier, dit is het mannetje, zo'n hokje. En in plaats van dit ding komt zo meteen dat tentje dan bij het vrouwtje. Ja, dan kan ze. En dan doe ik er... Zoals jullie zien, kan ze dan niet echt ergens meer op knagen. Maar dan ga ik zo'n knabbelstick ergens ophangen, zodat ze dat wel kan. Of ik zet gewoon dit ding en dat tentje erin. Kijk wel even. En dit, ja, daar heeft ze dus hooi. Daar heeft ze een balletje met hooi. Daar is het voer en dan hier het bakje en dan hier dat ding. En dan straks nog het tentje. En dan heeft hier, want het kan hier niet bij, maar gewoon voor de leuk. Heb ik dan dit dingetje hangen en dan dat huisje. En dan daar is het voer en zijn drinkflesje en dan hier het hooi. Dan moet ik even zo aandrukken. Zo. En vanavond krijgt ze weer nieuw hooi als het op is. Van het vrouwtje is denk ik vanavond niet op. Maar van het mannetje denk ik wel. Want niet zo heel veel ingedaan eigenlijk. Maar hij is dus eentje. En als ik met z'n twee ben, doe ik hem altijd helemaal tot bovenaan. En dan doen ze er nog super lang mee. Dus ja. Het lijkt ook echt alsof het mannetje echt boos op mij is. Dat hij niet bij het vrouwtje mag. Normaal is hij heel aanhankelijk en van die knuffelen en zo. Maar nu? Oh nee. En het staat hier echt vol. Poepzak, hooi, voer, zaagsel bedoel ik hooi, en ding. En dan ga ik nu eventjes huiswerk maken. Ik heb Engels beneden, wiskunde beneden. Wiskunde moet ik leren. Verder niks. Moet ik Duits moet ik ook leren. En dan heb ik... Kijken met een laptopje nodig. Je moet ook even mee naar beneden. Oké dan. Ik hou van sneeuw. Eén ding hou ik niet van. Vandaag moet ik paard rijden. In de kou. Ach ja. Ik heb geen thermospullen. Ik ga denk ik stickertjes op mijn laptop plakken. Maar ik weet niet of dat mag. Deze laptop die is van de gemeente. Die mag ik ook. Die mocht ik lenen. Maar ik vond het zo leuk om deze stickertjes... Ik test er één. Een lelijke. Deze vind ik niet mooi. Jawel. Die vind ik niet mooi. Bijvoorbeeld die. Of die. En die plak ik dan op. En als ik die makkelijker af kan halen, dan doe ik ze erop plakken. Want van die papieren stickers, die trek je eraf. En dan blijft dan heel vaak nog zo'n wit laagje van over. En mijn lader. Zo. Oh ja, en ik ga laten zien wat ik allemaal in mijn paardrijspullen heb zitten, denk ik. Na deze video. En ik ga zo meteen eventjes mijn donutje opeten. Ik ga even naar beneden. Donut maken met Sophie. Hoe kan die eigenlijk 18 minuten al duren? Net al. Donut eten met Sophie. Even proef hoor. Lekker. Zelf hou ik niet zo van donuts. Maar, ja, soms heb ik wel zin in, maar vroeger moest ik altijd wel eens een keer spiegelen toen ik mijn donut of wat. Ik heb hier trouwens mijn schooltas staan. En deze, ik ga even een stickertje testen. En als ik dat weet, ga ik de video even kappen en geniet van mijn donut. Ja. Even welke vind ik niet echt mooi. Deze vind ik niet zo mooi. Oh, deze kun je heel makkelijk af. Ik heb niet ze pakken. Oh, jawel. Dan zo, even eraf. Ja, oh, dit zijn van die, weet je dat? Van die dikke, weet je wel. Die plastic, oh, die krijg je er echt super makkelijk af. En dan ga ik hem even versieren met jullie. Ik doe gewoon bloemetjes in de hoeken. Zo. En dan doe ik die alpaca. Zo. Niet leuk.
Like alpaca's. En die vind ik leuk. Kijk hoe cute. Laat hem zo van dichtbij zien hoor. En dan de cactusjes. Ik plak ze gewoon echt letterlijk random neer. Ik vind het gewoon altijd, als ik niet nadenk van waar ik hem zou plakken, vind ik het altijd gewoon het leukste effect. Ik weet ook niet waarom, maar het zal wel. Ik plak gewoon ergens neer. Als het maar gezellig wordt, joh. Dat is leuk. Zo. Oké, deze vind ik dan wel leuk om bij elkaar te plakken. Zo. Lekker een drukke. En die nog dan hier. Daar. Deze hier. Daar. Pas deze nog ergens, als je nu zegt dat die ergens. Ja, ik probeer ze allemaal gewoon te plakken. Jee, die was zo. Oh, dit vind ik echt super leuk. Ik denk niet dat jullie dit mooi vinden, maar ik vind het wel leuk. En daar gaat het om. Hij is wel helemaal leeg, maar kijk hoe schattig. Een laptop vol met alpaca's. Of lama's, of hoe je die dingen ook kan noemen. Kijk, hoe schattig. Kijk, die heb ik dan wel expres langs elkaar gehad. Die en die. Maar ik vind het wel echt super schattig. Hier, wat me wel opvalt, is dat ik hier echt precies in mijn lijn heb gedaan. Maar dat maakt niet uit. Kan ik het nog een beetje veranderen of kan dat niet? Nee, ik vind het zo cute. Laat het zo. Punt. Oké. Dan ga ik zo. Ik ga zo eerst even leren en dan ga ik het leuke doen. En wat leuke is voor het Nederlandse verslag. Even nog een happy. Oh nee, ik ga eerst. Eerst ga ik even een gedag zeggen. Nou, vonden jullie deze video leuk? Vergeet hem vooral een duimpje omhoog te doen. Thumbs up. Nee. En vergeet niet te abonneren. Ik kom even niet op het woord. En ik zit naar de sneeuw te kijken, want het is echt super mooi. Beautiful. Maar ik heb een vraag voor jullie. En dan kunnen jullie een miljoen winnen. Nee, grapje. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Het lijkt een beetje op iets. Op zo'n houdertje voor als je van die proefjes gaat doen. Maar het zal wel. Ja, het kan ook wat anders lijken. Maar dat ga ik niet meer hebben. Maar ja, doei!